Al jaren wordt er over gesproken, maar de eerste ritten over de vernieuwde Keizerlijn komen nu echt dichterbij. 1 november gaat er voor het eerst over het spoor tussen de Bieselse Baan en Groesbeek Centrum gereden worden. Om dat mogelijk te maken moest er eerst wel het een en ander gesnoeid worden. En daarom gingen vrijwilligers dit weekend op pad met een snoeischaar om het spoor toegankelijker te maken. Het werk is nog niet klaar. 21 oktober is er een nieuwe snoeidag.